Dit is nieuwsuitzending nummer 166 en die gaat over Rulers of Evil, het boek van Frederik Tupper Saucy. En dat doe ik samen met Jörg Kliesman. Moin moin! Moin moin, mijn lieve. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat in goed. In de lage landen. Ja, ik heb gisteravond echt fenomenaal goed gewonnen met schaken. Ik ben erg tevreden over mezelf. Ja, en die jonge jongens die stonden allemaal heel beteuterd te kijken. Want, oei. Kan ik niks over zeggen. Ik heb van mijn leven nog geen schaak gespeeld. Oh nee, dat maakt toch helemaal niet uit. Het gaat wel in. Maar je vroeg hoe het ging. Ja. Het is fijn om te horen dat je daar goed geamuseerd hebt. Ja. Ik heb mij gisteren ook goed geamuseerd. Mijn vriend Tom was gisteren gekomen. Aha. Die had normaal gezien een heel lange werkdag, maar heeft die nacht daarvoor niet goed geslapen. Men voelde zich niet goed en is dan niet gaan werken. Mm. En dan kwam hij om 7 uur naar hier en we hebben dan zelfgemaakte vegane pizza geëten. Mm. En 2 flessen wijn gedronken. Ik heb een keer meer gedronken als anders. Nog lekkere oude flessen uit de kelder gehaald van 2005 en 2007. Ja, jij zal wel weten wat lekkere wijn is. Ik zal wel weten wat lekkere wijn is, ja. Anders heb ik de verkeerde job gekozen waarschijnlijk. Dat denk ik ook, ja. En ja, het was dus lekker en hij heeft nog een beetje jointjes gerookt. Dan stinkt dat hele appartementje weer naar de rook. Maar ja, wat kun je doen? Hè? Kun je iemand niet uitnodigen en zeggen van je mag niet roken. Hè? Dus, ja. Allee, maar het was een zeer aangenaam. Is hij net zo oud als jij? Nee, hij is 10 jaar jonger als ik. Oh. Want jij, jij bent iets van 50 en hij is iets van 40. Dus dan. Ik heb hem leren kennen als ik ging studeren hier na mijn tijd in het leger. Mm-hmm. In Duitsland is dat zo, als je gelijk ik 8 jaar soldaat was, dan word je het laatste jaar vrijgesteld van dienst en heb je 3 jaar BFD, dat noemt beroepsförderingsdienst. Mm-hmm. Dus beroepsvorderingsdienst, waar dat ze u helpen om je terug in de zogenoemde maatschappij te integreren. Want Ja, precies, ja. Kun je studeren of weet ik wat kan doen. En ja, toen wilde ik eigenlijk in Duitsland gaan studeren, maar ze konden mij niet zeggen waar ik naartoe kon, dus met verhuizen en zo ging dat allemaal niet. Dan heb ik dan besloten hier in België te studeren. En zo heb ik dan in feite Nederlands geleerd, want ja. Ik kende daar niks van. Nee. En hij zat bij mij in de klas en we kregen les Frans, maar niet zomaar Frans, maar Franse correspondentie en grammatiek en dus allemaal beetje zakelijke brieven opstellen en zo van die dingen allemaal gevorderd. En ik heb in Duitsland wel cursussen gehad voor Frans te gaan leren, maar ja, ik kan een pint bestellen en kan vragen hoe het gaat. Ja. Kan dan ook de antwoorden verstaan, maar veel verder ging dat in feite niet. Ja, precies. Als die leraar kwam die klas binnen en heeft zijn sekske gedaan en als die dan wegging, dat draaide ik me zo naar Tom om, die zat naast mij. Ja. En ik zei zo tegen hem van, ik zeg, kun je hem eens niet vertellen wat die vent daar juist gezegd heeft? En Tom zegt zo van, ja, wat heeft hij dan niet verstaan? Ja. En ik zei, alles na bonjour. En daar heeft hij zich dus van lachen niet meer kunnen houden. En daar is onze vriendschap in feite begonnen. Hè? Maar ik was dus toen, dat was 1993. Ik ben van 66, dus ik was 27. Uh-huh. En hij was uiteraard van 76, 17. Uh-huh. Normale studenten. Leeftijden. Ja. Ik was dus de oudste natuurlijk daar in die klas. Tussen al die jonge 17, 18-jarige studenten. Ja, precies. Maar ja, in elk geval, ze hebben elkaar leren kennen en die vriendschap is in feite tot vandaag de dag nog altijd behouden. Hè. Ja, mooi. En zo hoort het ook. We gaan weer verder met lezen. Maar natuurlijk, daarvoor zijn we erbij ingekomen. Hè? Precies. In het begin van 1521... heeft Maarten Luther formeel protest aangetekend tegen de aflaten. En het aflaten racket, dus de aflaten business moet je zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja, maar pas op, daar is een fout in dat boek. Mm-hmm. Ja? Hij zegt dat met die 95 thesen die hem tegen die kerk door in Wittenberg genageld heeft. Hè? Mm-hmm. Ten eerste is het historisch niet bewezen dat Luther die ooit daartegen genageld heeft. Oh. Dat is maar een heel klein detailje. Hij heeft ze in elk geval geschreven en ze zijn gedrukt en ze zijn verdeeld geweest. Of dat hem ze ook daadwerkelijk aan de kerk door aangeslagen heeft, dat speelt in feite geen rol. Maar hij heeft ze gepubliceerd en dat is waar het op aankomt. Ja. Maar niet in early 1521 gelijk dat hier staat.
Maar dat is gebeurd op 31 oktober 1517. Dus hier is een verkeerde tijdsaanduiding in dat boek. Ja, inderdaad. Dat zou ik ook zeggen, ja. 1517 was het, ja. Ja, ik heb daar toen een nota bij genomen. Dat kan eens een keer gebeuren, blijkbaar. Eventjes nog een keer een kleine interessante informatie misschien. Je weet nog dat we in het eerste kapitel daarover spraken, dat in de kadastrale boeken van 1663 Washington als Rome ingeschreven was. Uh-huh. En de rivier Potomac als Tiber. Ja. Wat we niet vernoemd hebben, dat is nog een keer een klein interessant wetentje voor onze toeschouwers daarnaast, is dat die eigenaar van dat land, dat toen Rome noemde, die had een bepaalde naam. Francis Pope. Francis? Francis Pope. Met een P, Pope. P-O-P-E, gelijk de paus. Frans de paus. Francis Pope. Oh. Dus we hebben vandaag een Pope Francis. En in 1663 de eigenaar van dat land dat nu Washington noemt, dat toen Rome noemde in Amerika. Eigenaar daarvan noemde Francis Pope. Ongelooflijk. Ja, dat wist ik niet. Nee. Ja, Amerika is overgenomen, dat is duidelijk, ja. Ja. Ja, ja, maar als je dat niet ziet, en dan nog, ik weet niet of je dat al vernoemd hebt, Washington en Rome in Italië zijn zustersteden ook, hè? Oh! Je kent dat toch, dat steden zich met elkaar... Ja. Arnhem is een zusterstad met een of andere Poolse stad of zo. Ja, voilà. Ja. Dus dat heb je met Washington en Rome. Ja, natuurlijk, ja. Twee handen op één buik, hè? Ja. En allebei waren ze gefundeerd op marshy grounds, zoals men dat zegt. Hè? Dus op marsgronden, op modderige grond. En. Maar ik vond dat nog een keer interessant om eventjes een keer te vernoemen. Francis Pope. En vandaag hebben we Pope Francis. Ja, absoluut. Maar even voor de mensen die dat allemaal niet weten. Martin Luther wordt dus gezegd te hebben gespijkerd 95 stellingen tegen aflaten. En die heeft hij gespijkerd op de deur van een kasteelkerk, moet je dan zeggen. Kasteelkerk van Wittenburg. Wittenburg op zijn Nederlands. Dat is ergens in Duitsland. Was dat die kerk waar hij predikte, trouwens? Want Martin Luther was een prediker. Ja, ja. Hij heeft daar geleefd in Wittenberg. Hij heeft daar geleerd, hè. Daarom heeft hij het aan die kerk doorgeslagen, hè. Hij heeft niet ergens anders geleefd. Hè? Die is geboren, dacht ik, in Eisenach of zoiets. Of nog een ander klein dorpje daar ergens in de buurt, maar het zijn Eisenach, Wittenberg en nog een stad die met zijn naam eigenlijk te doen hebben. Zo die details ken ik daar ook niet van, maar Wittenberg heeft toen een leerstoel gehad aan de school, aan de universiteit. Hij was ja professor van theologie. Was een vroegere Augustijnen monnik. En die heeft dus die 95 stellingen aan de kerkdeur geslagen. En kijk, dat was toen was dat ganz normaal. Aan de kerkdeur werden dingen geslagen die van belang waren. Oh, op die manier. Ja. Vandaag hebben we dat zo van, in Duits noemen we dat Litfaßsäule. Kende je zo van die ronde dingetjes, waar je zo posters aanmaakt voor concerten en weet ik veel wat alle dingen allemaal. Ja, aanplakborden of zo. Niet zo gewone aanplakborden, maar in Duitsland heb je ja zo van die zuilen, ronde zuilen, met een diameter van 2-3 meter of zo, die een paar meter hoog zijn, en daar wordt dan alles alle aangeslagen. Ja. Dat noemt men Litfaßsäule in Duits. Ik weet niet, in België en Nederland heb je ja die dingen ook af en toe nog een keer ergens staan, maar ik weet de naam dan niet van. Hoe spel je dat? Litfaßsäule. L-I-T-F-A-S-Z-S-A met omlaut. Ja. U-L-E. Precies, ja. Litfaß. Säule van een. Allee, zwart. Ja. Dus het punt is, het was toen normaal dat dingen aan de kerkdeur aangeslagen werden. Die van officieel belang waren. Omdat mensen gingen naar de kerk toen. Hè? Ze waren verplicht naar de kerk te gaan. Hè? Ook dat nog. Als je niet zondags naar de kerk ging, dan ging de dag erop de inquisitie bij u aan de deur staan. Hè? Ongelooflijk, hè. Jij moet naar de kerk komen, hè? Jij moet naar de leugens van de priesters gaan luisteren. Jij moet uw biecht afleggen. Jij moet de kerk betalen, hè? Anders krijg je problemen. Hè? Ja. Dus daarom was dat eigenlijk normaal en ik denk dat dat daarvan komt. Maar er is gewoon geen historisch bewijs, kan je ook niet, toen bestond nog geen fotoapparaten en zo. Hè? Nee. Dat bij wijze van spreken daadwerkelijk zo gedaan werd. Maar wat dus wel duidelijk is, hij heeft ze
opgevat eerst in het Latijns en heeft ze laten printen. Dat is toen gebeurd, maar of dat hem ook zo daadwerkelijk aan die deur geslagen heeft, is historisch niet bewezen. En daarom wil ik dat alleen eventjes eens een keer zeggen, want kijk, maar de kans wel ten opzichte van vele anderen proberen wij zo goed mogelijk voor de waarheid te staan. Ja, 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 ja. En als ik daarvan weet heb dat dat betwijfeld wordt, dat het historisch daadwerkelijk gebeurd is, dan zeg ik dat. En iedereen mag daar zijn eigen gedachten over hebben. Ja, maar als ik Maarten Luther was geweest en ik had mijn 95 stellingen laten printen, dan heb ik er dus tientallen exemplaren van kunnen hebben. Dan had ik er denk ik wel eentje opgeofferd om op de kerkdeur te spijkeren. Ik vrees het ook, ja. Ja, dus zo moeilijk was dat dus niet, hè? Nee. Oké, gaan we door. De kerk, daarvan wordt gezegd dat ze een lok hadden van een stuk haar van de heilige maagd. En die had een waarde, en dan komt het, van 2 miljoen jaren van aflaten. Ongelooflijk. Luther's thesis riep christenen op om Christus te volgen. Wacht even hoor. Luther's thesis exhorted. Wat is dat woord? Kan je even helpen? Is het nou aanmoedigen of juist het tegenovergestelde? Nee, spoorde aan. Spoorde aan, hè? Christenen, en dan zegt hem hier, citaat, Christus te volgen, die hun hoofd is, ja. Door de straffen, doden en door de hel. Eerder dan een valse verzekering. Een valse verzekering voor vrede te kopen van de kerk, van de kerkelijke aflaathandelsverkopers. Precies, Luther zei... Waarvan de beroemdste in den tijd uiteraard Tetzel was, hè? Ja. Maar dat mooie die gedicht... Er nog. Ja, we hebben al, als die de munt in het dingetje klingelt, dan is dat... Wenn die Münze in den Kasten springt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, vagevuur. Wenn die Münze in den Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Zo, ik wou dat ik dat marketingconcept had verzonnen. Dat hebben ze toen al. Ja, ja, ja. Dat hebben ze toen al verzonnen. Dat is dan wel gezeur achteraf van mij. Ja. Oké, Paus Leo, die liet... welke Leo was dat? Weet je tiende. Dat? Leo de Tiende. Paus Leo de Tiende, die liet Luther arresteren en liet hem opsluiten voor 10 maanden... In het kasteel van Wartburg. Terwijl hij er opgesloten was, wist Luther het Griekse Nieuwe Testament van Erasmus te vertalen in Duits. Dat is dus zo niet helemaal juist, hè? Oké, ja, ja, pas maar aan. Paus Leo de Tiende wilde Luther arresteren. Maar als die dus terugkwam uit Worms... van zijn beroemde stelling waarom daar stond en zei van tegen het geweten in te gaan is nog gezond, nog wijs en als ik niet met de schrift kan overtuigd worden, dan ga ik niks van mijn schriften herroepen, hier sta ik kan niet anders, God help mij. Uh-huh. Als hij, hey, mooi vertaald naar het Nederlands, hè? Ja. Zo uit mijn kop, hè? Ja. Als hem dan terugkwam van daar, want hij heeft dus een weilig geleid naar Worms gekregen van die fürst daar van die streek daar, voor die hem daar gewerkt heeft eigenlijk ook. Hij heeft een weilig geleid naar Worms gekregen, maar van Worms terug, dat was, als hem dat gezegd heeft, niet meer zo zeker. En dus was hem aan het terugrijden en is op de terugweg is hem ontvoerd geweest. En hij is ontvoerd geweest van mensen, en dat is het schitterende, maar ik heb natuurlijk geen goesting om allemaal tot in detail te bespreken. Kijk die film, Luther van 2004, van die ik verteld heb, daar komt dat allemaal schitterend voor. Hij is dus ontvoerd geweest op die Wartburg, om in feite zo in zekerheid gebracht te worden voor die mensen, die voor de paus Luther wilden vangen en doden. En hij heeft dan op dat kasteel geleefd onder een synoniem, ja, dus een aangenomen naam, een a.k.a., zoals ze in Engels zeggen. Ja. Jonker Jörg. Oh, ja. Een jonker. Ja. Jonker is de heup van een ridder. Mm-hmm. En Jörg is een naam, zoals mijn toevallig. Ja, ja, ja.
Jouw voornaam, ja. En hij leefde daar dus onder het synoniem Jonker Jörg op die Waardburg. En heeft in die tijd uiteraard van het Griekse Nieuw Testament, dat op Erasmus zijn schriften gebaseerd was, het Nieuw Testament in Duits vertaald. Want het is daarom echt, die film Luther 2004, ik kan hem iedereen aanraden om te kijken. Ik heb hem opgezet, natuurlijk... ik ga hem kijken. Ik heb die andere ook gekeken, die jij de vorige keer vertelde. Ja. Ik kijk het allemaal na. Maar nog een ander, man, nog even een toevalligheid. Hè? Mm-hmm. Jij heet dus Jörg Glisman. En, mm-hmm. en Martin Luther heet dus Jörg, hè? Jonker ja. Jörg. Hè? Mm-hmm. Ik heb ook zo'n soort naamgenoot. Mm-hmm. En mijn voornaam is Perry. En er is een man en die heet Lee Scratch Perry. Oftewel Lee Perry. En dat is de man, dat was de leraar van Bob Marley. Die reggae-artiest. Ja, ja. En die is vreemd genoeg, die heeft dus zijn studio verbrand. Dat iedereen was verbaasd, want de leraar was weg. En toen is hij dus opgedoken in, of all places, Zwitserland. Mm-hmm. En daar heeft hij prachtige dingen gemaakt. Waaronder het fameuze nummer over het IMF, International Monetary Fund. Mm-hmm. Waarin hij kort samenvat, we want our money back. We want our money back. Daar heeft toch Meatloaf een song van gemaakt. I want my money back. Is dat zo? Meatloaf ook? Okay. Ja, Meatloaf heeft daar een song van gemaakt van die CD die dacht ik uitkwam ergens in de jaren 90 of zo. Mm-hmm. Hij heeft toch daar dat lied geschreven daarvan of gezongen daar in die Robin Hood film in de tijd, weet je nog? Nee, niet per se. Uit de jaren 90, I do everything for you, of zoiets. Ja. Ja, zwart in elk geval, om een lang verhaal kort te maken. Ja, ja, ja. Ja. Daar heeft hij dus, heeft hij dus zo'n lied gemaakt, I want my money back, op die CD. Ik heb die nog ergens op mijn computer staan, maar ik beluister zoiets niet meer. Nee. We gaan alweer van het honderdste en het miljoenste. Ja. Maar het ging alleen maar over de toevalligheid van die voornaam en die achternaam. Over jouw voornaam. Ja. Ja, ik vind dat van mij eigenlijk leuk. Want, Ik ben ook heel trots op dat Lee Scratch Perry, want die leeft nog steeds. Uh-huh. En dat is nog, die heeft ook opgetreden hier in Arnhem nog voor een 2 jaar terug of zo. Ja, dat is echt wel een. En hij heeft een heel goed gevoel voor muziek. Dat is echt heel erg leuk. Alleen hij wordt wel oud. Hij is al inmiddels in de 80. En ik hoorde ook al een jongeling zeggen van het is misschien tijd dat hij tussen het publiek gaat staan. Ja. Maar goed, dat is een ander ding. We gaan door. Het gaat dus over de vertaling van het Griekse Nieuwe Testament. Dus er is een Nieuw Testament geschreven in het Grieks. En in welk jaar was dat? Weet jij dat? Wanneer dat geschreven is? Ja, die originele schriften van het Nieuwe Testament zijn allemaal in Griek, hè? Mm-hmm. Maar het gaat hier over dat Griek van Erasmus. Ja. Want volgens mij heeft Erasmus dat van bepaalde andere schriften vertaald naar het Grieks of zo. Ik hou me niet zo bezig met dat werk van Erasmus. Maar Erasmus was, en daar moet je rekening mee houden, was zijn leven lang een katholiek, hè? Uh-huh. Dus ik ben niet zo'n vervende voorstander van Erasmus. Uh-huh. Maar in die tijd, in elk geval, waren de zogenoemde textus receptus, de ontvangen tekst, in omloop. En van die ontvangen tekst heeft Luther zijn Bijbel gemaakt. Het probleem is alleen maar, als je vandaag de dag een Lutherbijbel vastkrijgt, van die tijd, dus online, kun je de Lutherbijbel van 1545 bekijken. Dat is die Oude en Nieuw Testament, want het Oude Testament heeft er pas in de jaren 40 over vertaald naar het Duits. Als je die vastkrijgt, dat is niet gelijk aan de King James versie. Dus daar is ergens iets mis. Huh. Want King James is de enige bewaarde Bijbel. En die Lutherbijbel is niet juist. En heel erg is het als je dan de Lutherbijbel van 1984 neemt. En je vergelijkt die al met de 1912 versie. Huh. Daar zijn heel grote verschillen in uiteraard. Huh. Ik heb dat een tijd geleden, ik heb toch verteld, ik had een keer een tijd lang zo'n Duitse vriendin. Huh. En met die heb ik heel veel Bijbelstudie gedaan. We hebben altijd samen in de Bijbel gelezen. Zij heeft altijd de Luther 1912 gelezen en ik de King James. Aha.
En dan hebben we vergeleken, hè, en we waren in het Oude Testament bezig. Hè. Wow. Jong, wat wij voor verschillen uitgevonden hebben. Hè. Dat ik zeg van, ja, maar dat staat er zo en zo, en dat staat er zo en zo, en ook het Nieuwe Testament. Naastenliefde, bijvoorbeeld, uh-huh. wordt altijd als liefde verteld. Maar liefde en naastenliefde is niet hetzelfde, hè? Die, buur, die liefde die je moet hebben voor je buur is wat anders als liefde, hè? Uh-huh. In het algemeen. Dus daar waren heel grote verschillen in. Dus ja, ik weet niet of dat Luther toen die Bijbel verkeerd vertaald heeft, dat wil ik niet zeggen. Of dat die Bijbels achteraf misschien gecorrompeerd geweest zijn, dat blijkt me eerder zo. Zeker dat wat wij vandaag de dag daarvan kunnen vastkrijgen. Want probeer maar eens een keer een Bijbel uit de jaren 1500 ergens vast te krijgen. Ja. Een origineel. En als je dat kunt vastkrijgen, dan probeer het nog maar eens een keer te lezen. Ja. Allemaal niet zo makkelijk. Maar dus, daarom heb je dat vertrouwen nodig in de Koning James. En daarom vertrouw ik de Koning James Bijbel. Is er ook een Nederlandse versie van de Koning James? De Koning James is er alleen een Engelse versie van. Okay. Dat is het grote, tussen aanhalingstekens, probleem. Mm-hmm. Daarom heb ik ja ook op mijn kanaal zoveel mensen die zeggen van, ja kijk, ik weet niet of dat je het gezien hebt, ik heb zaterdag heb ik een video opgeladen, dat noemt de grootste bedrog sinds de Garten van Eden. Mm-hmm. Dat video in Duits is van zaterdagmiddag opgeladen tot nu, we zijn nu dinsdagavond, 3000 keren bekeken. Oh, wat mooi! Ja, wat geweldig. Dat heeft dus ongelooflijk, dat is gegaan gelijk een raket. En mensen willen die waarheid blijkbaar echt weten, want ik heb heel veel positieve commentaren daar ook op gekregen, want ik heb gezegd van laat mij weten wat je wilt. Ik zeg van als er geen positieve respons komt, doe ik er geen tweede deel van. Want ik heb in feite aan dat wat ik wilde zeggen nogmaal de oppervlakte nogmaal aangekrast. Uh-huh. En die honger naar de waarheid is dus blijkbaar in Duitsland zeer, zeer groot, want 3000 keren in die korte tijd, dat heb ik zo alleen maar meegemaakt met mijn allereerste Duitstalige video in den tijd. Mm-hmm. Ja, ik heb na al die jaren dat ik Engelse video's gemaakt heb, ben ik ooit eens een keer begonnen, eind 2015, eens een keer een Duitstalige video te maken. En dat heeft ook zo raketachtig doorgeschoten. En dat doet me dan natuurlijk enorm veel aanzetten om dat werk verder te doen. En dat doe ik ook. En in dat video gaat het daarover hoe verkeerd Daniel 9, versen 24 tot 27 in de Duitse Bijbel vertaald zijn als je het vergelijkt met de Koning James. En natuurlijk vragen mij dan mensen ook van, ja, kunnen jullie die Koning James in Duits vastkrijgen? Ja, als je die in Duits kon vastkrijgen, dan moest ik het niet vertalen, hè jongens? Mhm. Nee, die Koning James kunt ihr alleen in Engels vastkrijgen. En dat is ook ergens compatibel met het woord van God. Want hij zegt wel dat het evangelium in de eindtijd van deze aarde naar iedereen nou zal toegaan. Uh-huh. Maar ja, dat is dan ook in die taal die overal ter wereld gesproken wordt. En nu kun je Engels graag zien of niet graag zien. Maar als je ergens in deze wereld ook bent met Engels, komt de meestal verder. Hè? Kan niet zeggen dat ze overal Engels spreken en goed verstaan en alles erop en eraan. Maar als je Engels kunt, kom je door de wereld. Dat is waar. Dat is precies gelijk in de tijd van als Jezus leefde, dat wat Grieks was. Ja, we gaan niet te ver afdwalen. Nee. Ik vind Engels niet zo heel erg mooi. Daar hebben we het eerder over gehad. Er zitten bepaalde aspecten aan het Engels. Die vind ik niet zo mooi. Ja. Nee, maar misschien het Engels wat ik... Daar ben ik ook met jou akkoord. Daarom dat ik zeg, Engels is niet de schoonste taal van ze allemaal. Maar ze is redelijk... Alleen, ze is duidelijk over het algemeen. Mm-hmm. Doch tenminste, als je de Koning James Bijbel neemt, die is overduidelijk. Die laat geen interpretatie toe van dingen. En dat vind ik heel schoon daarbij. Uh-huh. Daar is ze gelijk Duits ook. Uh-huh. En het Koning James Bijbel Engels uh-huh. is niet dat Engels dat vandaag de dag, en zeker niet in de Verenigde Staten van Amerika, gesproken wordt. Nee. Maar het is ook geen Shakespearean Engels. Ja? Oké. Okay. Het is zeer, zeer schoon. Duidelijk en verstaanbaar, schitterend Engels. En zo zou men dat eigenlijk nog moeten spreken. Vooral in de Koning James heb je de these en de thous. Ja. Dus daar wordt nog echt verschil gemaakt tussen de tweede persoon plural en de tweede persoon singular. Aha. Waar vandaag alles is in Engels alles you. Hè? Ja. Maar toen bestond nog thee en thou. Hè? Die voor de tweede persoon plural.
thou voor enkelvoud. Dus, en dat vind ik zo schoon daaraan. Daarom klinkt die Bijbel ook schitterend als je ze leest. Bedoel, dat is gewoon, dat is mooi, dat is poëzie. Dat is gelijk God dat alleen maar kan schrijven en maken. En dus het Oude Testament werd neergepend in Hebreeuws en het Nieuwe Testament werd alleen maar neergepend in Grieks. En is van daar vanuit Antioch, wat vandaag de dag Syrië is. Antiochië? Is het Syrië? Okay. Ja, dat is vandaag de dag is het Syrië, denk ik, ja. Oh, wat een geschiedenis, ja. Daar is ja ook, daar worden ja ook de christenen de allereerste keer christenen genoemd, hè? In Antioch, die komen uit Antioch, dat staat zo in het boek van Acts, hè? Dus dat is het eerste boek na de vier evangeliën, na Johannes, dat eerste boek. Apostelgeschiedenis, ik weet niet hoe dat noemt in het Nederlands. Hey, voor de luisteraars, dat is het boek der handelingen. Je hebt eerst de vier evangeliën en dan krijg je de handelingen. En tijdens de handelingen komt de Heilige Geest. Zoals Jezus beloofd had. Ja, heilige, ja, jij zei een geest, maar je zei een geest, ja. Geest, ja. Nee, een grapje worden. Maar ja, dat is dus zo. En dus in dat boek der Handelingen staat ook in dat de christenen eerst christenen genoemd werden in Antioch. Daar komt dat in feite vandaan. Ja. Daar komen ook onze schriften vandaan. En al die andere schriften, die vervalste schriften, komen uit onder andere de bibliotheek uit Alexandrië. Dat is in Egypte. Ja. Oh, Egypte is even corrupt als Rome. Hè? Haha. En de Bijbel die ze in Rome heel die tijd hebben, was geschreven in Latijn, een dode taal. Ja. Dus die vertaalde dat wat ze in Hebreeuws hadden, vertaalde zij naar Latijn. Maar natuurlijk, gelijk dat zij dat wilden. Hè? Aha. Vandaar heb je al die vervalsingen in feite. En heel veel Bijbels in de middeleeuwen, die op de markt kwamen, die beschikbaar waren. Mm-hmm. Waren uiteraard vertalingen uit dat Latijn. Dus ze hebben heen en weer vertaald en dan uit het Latijn, dat was natuurlijk nooit niet correct. Nee, dat kan ook helemaal niet. Latijn is. Ik heb een boek gelezen van Umberto Eco. Ik vind het een terechte afdwaling, hè? Maar ik heb een boek gelezen van Umberto Eco. En Umberto Eco, dat was een katholischer, een katholiek. Die ken je in de naam van de Roos en al die andere boeken. Mm-hmm. En het boek wat ik van hem heb gelezen, met de naam van de Roos en die andere dingen, De Slinger van Foucault is ook van hem. Daar is niet om doorheen te komen. Ik kan iedereen gelijk vertellen, niet lezen, niet aan beginnen. Dat is gewoon iemand die begint vanaf pagina 1 op te scheppen over het feit dat hij heel veel in de bibliotheek heeft gezeten. Van oh, wat weet ik veel. Maar het boek wat ik helemaal heb uitgelezen, was het boek In Search of the Perfect Language. Mm-hmm. Op zoek naar de perfecte taal. Ja, dat was bijzonder interessant. En daarin stond hij dus vooral stil bij hoe Latijn gemaakt is. Want Latijn is gewoon gemaakt om mensen die allerlei... mannen, net als mannen in de man of fighting age. Mannen van 18 tot 30. Die moet je in het gereel zien te houden. Dan moet je een simpel taaltje hebben. Simple talk, simple speak... Komt ook in William Blair, 1984, komt dat ook terug, hè? Je hebt van audire, audio, audia, audium, allemaal heel makkelijk. Aquam, aquo, video. Ja, dat is echt een hele vervelende, stomme taal. En die sabelt hij helemaal af, overigens. En er zijn twee talen die Umberto Eco overeind laat staan. En dat zijn het Teutoons. En dat is een oude van de taal van de lange mensen, de titanentaal. En dat is momenteel is dat dus Diets. Nederlands. Het Nederlands is dat, het Duits is dat, Noors heb je het ook, Deens denk ik ook. Mm. Dat is gewoon het is ook een eenvoudige taal. Alleen, het is een net als Lego, met kleine dingetjes kan je hele mooie zinnetjes maken. En met Latijn dus niet. En met Latijn heb je Dat slaat helemaal nergens op. Dus Latijn was allemaal weg. En Engels is Latijn geïnfecteerd. Dat sabelde die ook helemaal af. En Teutoons bleef overeind staan. Dat vond Umberto Eco. Ja. Maar goed, we gaan weer lekker door. Yep. De publicatie van die vertaling van het Griekse testament naar het Duits... veroorzaakte nogal wat onrust bij de Romeinse autoriteit.
Daubigne in zijn boek De Geschiedenis van de Reformatie vertelt ons dat onwetende priesters, even kijken hoor, shuddered at the thought, dan moet je me even helpen. Laat ons eerst een keer rustig in Engels lezen. Ignorant priests shuddered at the thought that every citizen, nay, every peasant, would now be able to dispute with them on the precepts of our Lord. Okay. Met andere woorden, dat is in feite dat wat William Tyndale toen gezegd heeft tegen een priester. Uh-huh. Citaat, ignorante priesters schudden bij, alle van, weet je, als je van angst schudt, trembelt. Ja, ja. Hoe zeg je dat? Ja, ja. Hoe zeg je dat in Vlaams? Je schudt van angst, bij wijze van spreken. Ik weet niet, hoe zeg je dat nu? Bibberden. Bibberen, ja. Bibberden. Bibberden van de schrik bij dat gedachte daaraan. Dat elke gewone burger, ja. Nee, zelfs elke boer, ja. Nu in staat zou kunnen zijn om met hun in dispuut te gaan. En ja. Een dispuut te kunnen houden over de voorwaarden. Over de wetten van onze Heer. Ja, ja, inderdaad. Heel mooi gedaan. Onderwijl ging paus Leo de Tiende dood. De nieuwe paus, Adrianus de Zesde, had helemaal, even kijken, dit is echt een moeilijk woord. Eulogized. Wat is dat? Dan moet ik eens nakijken, jongen. Ja, dat weet ik even voor de luisteraars, maar eigenlijk had ik vanavond moeten repeteren met mijn band. Dus ik heb dit niet voorbereid. Anders had ik van tevoren eventjes Google Translate gepakt. Ik pak hem er even bij, dat moeten de luisteraars ons maar vergeven. Eulogiseerde staat erin. Also, naar Nederlands moet ik dat vertalen. Geprezen, preesde. Hij prees, verheerlijkte. Maar hardly. Ja, dus bijna niet, hè? Ja, bijna niet. Heeft hem bijna niet geprezen. Ja. Als het ging over de dieet van Nuremberg, diet van Nuremberg, ja? Dat voor vele jaren deze afschuwelijke dingen plaatsgevonden hebben in de zetel van Petrus, misbruiken in spirituele dingen, overtredingen van de geboden, zodat alles en dat zodat everything here has been wickedly perverted. Zodat alles hier totaal geperverteerd werd. Yep. Ja, want Leo den Tiende was dus echt een fornicator en alles erop en eraan. Maar ja, dat waren ze allemaal in feite. Ja, een fornicator. Ja, precies. Een hoereerder of zo. Ja, baba. Oké, ik pak de volgende pagina. Even inzoomen. Die paus Adrianus stierf snel daarna. Kortelings na deze uitspraak, ja. Ja. En hij werd opgevolgd door de kardinaal die bezig was met de zaak van Maarten Luther. Dat was ook een Medici. Dat was de eerste neef van paus Leo de Tiende. En dat was Giulio de Medici. Giulio, die kreeg als pauselijke naam Clementius de Zevende. En daarbij eventjes interessant te bemerken is, ze spreken hier zo vaak van cousin en dat de neef was van de paus. Daarvoor moet je weten, die pausen hebben rumgehoerd gelijk dat niks was en hebben kinderen gemaakt gelijk dat niks was. Ja, ja. En veel van hun natuurlijk kinderen, die dus out of wedlock, ja, dus buiten natuurlijk uiteraard gemaakt werden en opgroeiden. Deze zonen, die werden de neven van de pausen genoemd. En zijn kardinalen geworden. Ja, natuurlijk, ja. Oh, ja. Even een hele leuke, korte anekdote. Over Bob Marley, ja. Dat nummer No Woman, No Cry. Inmiddels begrijp ik wat die man daarmee bedoelde.
Allee, vertel dies. Ja, ik dacht dus vroeger dat het nummer bedoelde geen wijven, geen gezeik. Op zijn Amsterdamse. Mm-hmm. Maar dat is het dus niet. Bob Marley bedoelt, laat de vrouwen niet huilen. Of zorg ervoor dat de vrouwen niet huilen. Dat is je opdracht. Dat weet ik nu. Maar voordat ik dat wist, stond ik dus een beetje te zeuren over Bob Marley in de kroeg weer eens. Ik zat weer eens in de kroeg. En dan was er een jongen, een getinte jongen. En die stond naast mij en die zei, wil je mijn vader niet beledigen? Kan je nagaan wat Bob Marley in de rond heeft gestrooid? Wat is de kans? Ja. Oké, okay, nou, gaan we. Waarschijnlijk een goede deel van zijn leven sowieso op wolk 7, hè? Op wolk 7, ja, zonder meer. Maar hij heeft wel mooie nummers gemaakt. Ik moet het hem wel nageven. Mijn dochter heb ik dus ook naar Bob Marley laten luisteren. Ik heb ook een tijdje in een reggae-band gespeeld, gewoon om de waardering te vinden. En mijn dochter zei van, ja, pap, deze composities zijn mij te simpel. Ja, dat is het dan. Maar voor de rest is hij wel een goede. Het was denk ik wel een goede bandleider. Ik denk wel dat die optredens wel mooi waren. Dat echt wel dat je met een lekker gevoel naar huis ging, denk ik. Ik kan mij nu niet uitspreken over welke muziek dat jij graag hebt en in je leven allemaal al goed vond en alles erop en aan. Het enige wat ik daarop zeg is, kijk documentaires gelijk bij Soul to Soul voor rock and roll. Ja, natuurlijk is het wat zo. Ik van deze zogenoemde muziek in deze wereld die hier zo rondgaat, en dat mogen zijn wat dan ook, maar deze populaire muziek, wat ik daarvan denk. Uh-huh. Dus. Hey, dat weet ik ook wel. En aan de andere kant, op muziek kan je dansen. En als je dans en je danst bijvoorbeeld, ik dans ook gewoon met mannen, of ik dans in mijn eentje, of ik dans met een vrouw. Maar je bent wel lekker aan het dansen. Mijn oma die deed vroeger altijd ochtendgymnastiek. Dat kan je ook doen, dat is ook heel gezond. Maar mijn oma die stond dus 6 uur 's morgens op. En dan was ik ook al wakker en dan nam ze mij mee naar beneden. En dan deed ze zo, nou, niet eens een radio, hè. Dan had je gewoon een kabeltje in de muur met zo'n kastje. Heb je dat ook ooit gekend? En die kon je aan- en uitknop, dan had je een volumeknop. Nee, de volumeknop was de aan- en uitknop ook. En dan had je voor de rest een zenderknop. En die zat gewoon via de elektriciteitsdraad. Ken je die kastjes nog? Nee. Nou, ja, dat is mijn opa en oma hadden dus die. En dan kreeg je ochtendgymnastiek. Nou, gewoon lekker een beetje. En dan zat zij dus 1, 2, 3. En ik zat allemaal te kijken naar mijn oma. En iedereen was nog aan het slapen. En mijn oma zo. Woep, woep, woep. Ja, en ik ben dan een avondgymnastieker. Maar ik vind het wel leuk om te dansen. Ik heb geen bezwaar tegen muziek. Het moet wel leuke muziek zijn, waar je echt een goed gevoel van krijgt. Een beetje moet lachen. Ik vind geen leuke muziek meer, en geen muziek meer die me nog een goed gevoel geeft. Ja, dat kan heel goed zo zijn. Dat heb ik ook af en toe, dat ik echt denk, van, ik wil gewoon helemaal geen muziek meer horen. Ik wil stilte horen, en dan wil ik weer muziek horen. Ach, maak het uit. Muziek is niet een groot probleem. Ik heb vandaag wel een schone video gemaakt van een lied. Dat gaat over Isaiah 29, vers 15. Mm. Ik zal je straks een keer op Skype doorsturen, kunnen we dat bekijken. Ja. Het is maar 2,5 minuten, maar heel schoon. Ik heb daar Engelse en Duits die tekst in gedaan van wat daar gezongen wordt. En Aha. Dat is maar 2,5 minuten. Dat is echt een schone video. Dat is goed. Ik zal maar goed, lees eerst maar een keer verder. Ja. Want anders kan die zeggen van die twee jongens zijn die dronken vanavond of zo. 40 minuten en we hebben nog geen pagina gelezen. Ja, nou, ja, schiet het erop. Ja. Zo snel als de corruptie van paus Leo X Maarten Luther had aangestoken, net zo snel, ging Clementius VII shrewdness. Oh ja, toen, zo snel als dat het was. Zo snel toonde Clementius VII zijn gemeenheid over de wijze waarop de kerk zou handelen met de verspreiding van Bijbels. Wauw. Just as... Ja, dus zoals de corruptie van Leo X Luther aangespoord heeft om zijn 95 thesen te schrijven en de wereld in brand te zetten. Daarmee heeft de opvolger Clementius VIII... Zevende.
door zijn zevende, ja. door zijn wreedheid in feite bepaald hoe dat de kerk zou omgaan met deze proliferatie van de Bijbel. Ja. En, okay. Proliferatie in dat opzicht van met het verkeerde omgaan van. Want tenslotte heeft alleen de Romeins-Katholieke Kerk het recht de Bijbel te hebben. Alleen de priester heeft het recht de Bijbel te lezen. Alleen de paus heeft het recht de Bijbel te lezen en te interpreteren. En hij gaat zeggen wat erin staat en wat er niet in staat. Ja. Snapte? Ja, de proliferatie, dat is de verspreiding. Hè? Verspreiding van de Bijbel. Ja, en dus hij heeft bepaald hoe dat hem daarmee omgaat met die verspreiding van die Bijbels, hè? Ik wist het echt niet, hè? Clemensius is geadviseerd door de Kegi, daar sla ik even over, en die heette Niccolo Machiavelli. Machiavelli, een heel belangrijke persoon. Dat lijkt me, is dat de Machiavelli van Il Principe? Dat is de Machiavelli van Machiavellism. Nee, dat van is het... een heel... Van het boek... Machiavellism is benoemd naar hem. Ja, precies. Hij is de schrijver van het boek Il Principe. De prins. Toch niet? Het principe. Ja, ja Il Principe. Ja. Nee, ja, goed, dat betekent... Dat is hem dus. Aha. De uitvinder van de moderne politieke wetenschap. Dat ja. zei Umberto Eco ook. Machiavellism noemt dat toch. Ja. Machiavellism, dat is een uitdrukking die vandaag de dag ingebrand is. Hij is de vader daarvan. Aha. En die paus werd geadviseerd door hem. Ai, 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 ai. Snap dit? Weet je dat er van onze... Momenteel is ze dan weer prinses geworden of zo. Maar ze heet de koningin. Beatrix. Van haar werd gezegd dat ze Il Principe... Dat is de prins trouwens hoor. Dus op ze, vanuit het, als je het nu op Google Translate gaat opzoeken, Il Principe, is tevens het principe en de prins natuurlijk. Het is allebei tegelijkertijd. Dat hij bedoelde het principe, als je Machiavelli kent, dan weet je wat hij bedoeld heeft. Ja, ja, hij heeft ja. niet over een prins geschreven, maar over, het, over politieke principes. Absoluut, absoluut, ja. Dus dan en van Beatrix werd gezegd dat op haar nachtkastje lag een exemplaar van dat boek. Daar krijg je toch alleen maar nachtmerries van. Als je dat moet gaan lezen voor het slapen gaan. Als heerser van Nederland. Er staan zulke verschrikkelijke dingen in. Hè? Dat is allemaal Sun Tzu trouwens. Hè? Die andere leer uit China. Hetzelfde. Oké. De uitvinder van moderne politieke wetenschap. En kardinaal Thomas Wolsey. En die was kanselier van Engeland. Machiavelli en Wolsey waren van mening dat zowel de drukkunst als het protestantisme zouden kunnen worden omgevormd tot een voordeel van Rome door het toepassen van de drukkunst om een hoeveelheid schriften te produceren die zouden leiden tot verwardheid, domheid en uiteindelijk de Bijbel weg te vagen. Kardinaal Wolsey, Thomas Wolsey, zou later stichten het christelijke kerkcollege in Oxford. Dat zou hij oprichten. En hij karakteriseerde, hij bestempelde het project als to put learning against learning, en dat zeg ik eventjes op zijn Engels, maar om onderwijs te gebruiken tegen het onderwijzen. Tegen leren, het leren te gebruiken. Het ja, leren. Ja. Ja, het komt in feite daarop neer, Perry, het leren uit de Bijbel te stellen tegen het gnostische leren. Dat komt direct in de volgende alinea duidelijk tevoren. Mm-hmm. Ja? En dat is heel belangrijk. Dat is dus in feite komt dat door die Cardinal Wolsey, die dus Christ Church College in Oxford gegrond heeft.
En Oxford is daarom heel belangrijk, omdat van Oxford wij dat de Oxford Movement kennen van 1830. Uh-huh. Gebaseerd op de Emancipation Act van 1828. Uh-huh. En dus deze Emancipation Act samen met de dan beginnende Oxford Movement heeft ervoor gezorgd dat binnen de volgende 50 jaar Engeland van protestantisme omgekeerd werd naar katholicisme terug. Ja. Yep. Dan pak ik hem even op. Ik ga weer live vertalen. Tegen het leren, tegen de kennis die je kan krijgen uit de Bijbel, die laat zien hoe een mens kan, hoe een mens het enig eeuwig leven kan verkrijgen, eenvoudig door te geloven in de feiten van de dood van Christus Jezus en zijn heropstanding. Wauw, wat een lange zin. Dat zou gestopt worden. Nee, tegen het leren van de Bijbel, daarin zou verteld worden het daartegenin het leren van de gnostici. Gnosticisme. Vertelde van de hoop dat een mens een eeuwig leven zou kunnen hebben. Ja, door... laat ons dat een keer anders vertalen. Ik zou zeggen, van gnosticisme vertrekt vanuit het standpunt dat de mens zijn eeuwig leven kan bereiken door goede werken die hij zelf doet. Ja. En dat is in feite de leer van de Romeins-Katholieke Kerk. We hebben de Bijbel die leert dat wij eeuwig leven kunnen krijgen door simpel en eenvoudig te geloven in de feiten van Jezus Christus, zijn dood en zijn heropstanding. Uh-huh. En dat Gnosticisme leert dat wij deze hoop voor het eeuwige leven kunnen krijgen omwille van onze eigen goede werken. En dus om het simpel te zeggen... Uh-huh. Bijbel leren, of het leren uit de Bijbel, is gecenterd in Christus. Gnostische leren is gecenterd in de mens. Uh-huh. En daar komt het Arianisme bij te pas. Yep. Het Arianisme is een menselijk gecentreerd evangelium, waarentegen de Bijbel in Christus gecentreerd is. Yep. En dat is een heel belangrijk punt, want ik ben just in kapitel 11 aan het lezen in dat boek The Foundations Under Attack van Michael de Semlian, en dat noemt The Origins of Arminianism. Uh-huh. En daar leerde je alles over Arminianism en hoe dat dus mensen gecentreerd is. En dat is weer zoiets wat ze erin geschoven hebben om de mensen van dat Christ-gecenterde, Christus-gecenterde leven weg te brengen. Dat is dat wat de Bijbel leert. Ja. Oké. Een enorme hoeveelheid van gnostische leer kwam van het oosterse deel van de Middellandse Zeegebied door agenten van Clementius de Zevende, zijn grootvader Cosimo. Overgrootvader Cosimo de Medici. Onderdrukt vanaf de keizer Justinius. Oh nee, hier raak ik weer fout. Het Paisley shut down the pagan colleges. Suppressed? Ik kom hier niet uit. Sorry hoor, die had ik moeten voorbereiden. Ja, dat is een ingewikkelde zin in het Nederlands. Dat stem ik je volledig toe. Suppressed since the Emperor Justinian had piously shut down the pagan colleges of Athens back in 529, these celebrated mystical, scientific and philosophical scrolls and manuscripts flattered humanity. Dus onderdrukt sinds dat Emperor Justinian, of hoe dat je die ook wilt noemen, heeft dus die heidense colleges in Athene gesloten in 529.
Sindsdien werden deze mystische, scientific, dus wetenschappelijke en filosofische scrolls en manuscripts beschouwd als de mensheid te flatteren. Mm-hmm. Flatter. Dat had je goed gedaan. Flatter. Iemand loven, bij wijze van spreken. Ja. Over de klee loven. En deze manuscripten vertelden de mensen dat hun intelligentie was zo krachtig, dat de menselijke intelligentie, die was dus voldoende om het onderscheid te bepalen van waarheid tussen leugen. Van waarheid en leugen, zonder de tussenkomst van gelijk welke god. Ja. Ja. Dus zij leerden dat de menselijke intelligentie zo competent was, dat wij zonder de tussenkomst van God zelf bepalen kunnen wat goed en wat slecht is. Ja. Dus we hebben God niet nodig. We hebben God zijn wetten niet nodig. We hebben God niet nodig om ons te zeggen wat goed en slecht is. Wij bepalen zelf wat goed en slecht is. Wie heeft dat in de 20e eeuw zo mooi uitgedrukt? Do as thou wilt shall be the whole of the law. Ja. Aleister Crowley. De grootste satanist van de 20e eeuw. Ja. En daar komt dit ook op neer. Ja. Het interessantste, Perry, is dat je echt kunt vaststellen, there is nothing new under the sun. Er is niks nieuws onder de zon. Al die dingen zijn al daar geweest. Ja, dat weet ik. Ze krijgen hier en daar eens een keer een andere naam. Ja? Ja. Dat omschrijft men vandaag de dag voornamelijk met sophistic en casuistic. Ja. Casuistry en sophistry, zoals dat in Engels noemt. Ja, ik heb het even over voor de vertaling. Dat is haarkloverij en wijsneuzerig doen. Ja, dat is heel mooi gezegd op die manier. Dat zijn die twee dingen. En daar gaat het in feite daarover om oude dingen nieuw te vernoemen. Ja, oude wijn en nieuwe zakken. Maar kijk, 50 jaar geleden zeide jij, daar zijn opstanders bezig en vandaag zeg je van daar zijn terroristen bezig. Ja. Dat is allebei hetzelfde, je geeft het alleen een andere naam. Mm-hmm. Maar ja, zoek maar een keer het woord terroristen in Webster 1828 Dictionary. Mm-hmm. Vind het. Hoe zou dat komen? Omdat dat een nieuw woord is. Gelijk dinosaurussen. Dat vinden we ook niet, want dat was pas in 1841 uitgevonden, dat woord. Ja. Wat ik ook wel leuk vind, hè? Maar wat ze dus zeggen, dat is echt te gek voor woorden. Ik moet er gewoon echt van lachen. Maar wat ze gewoon zeggen, waar zijn die dinosauriërs gebleven? Nou, wat ze zeggen, dat zijn vogeltjes geworden. Ja. Ja, maar dat is echt af en toe De olifant was ja ook ooit een mug, hè? Weet je dat? Die is geëvolueerd. Ja. Iedereen kent dat verhaal. Ja. Heeft nog altijd een slurp en zijn vleugels en die grote ogen. Hè? Ja. Daarom zegt man je ook, maak niet van een mug een elefant. Hè? Nee, een olifant. Daarom zegt men dat. Hè? Omdat dat dus evolutie is. Dat is het bewijs van de theorie van Charles Darwin. Je hebt ook zo'n leuk karakter, zo'n cartoon karakter. Dat heet Perry het vogelbekdier. Ken je dat toevallig? Ja. Van die... Dat maakt het niet uit. Kom, we lezen weer door. Maar dat is er ook zo. Laat me eventjes nog één ding zeggen. Ik heb een heel schitterende Amerikaanse broer in Christus. 16 jaar is die maar oud. Ja. Die noemt Carlos Santibanez. Die heeft een YouTube-channel die noemt Napoleon 2000. Aha. En die is nu eindelijk eens een keer bezig met zijn eigen video's omhoog te laden. Waar hij vroeger altijd maar 7-daagse Adventisten-video's gekopieerd heeft en alles erop en eraan. Aha. En hij heeft er hier, denk ik, zijn vierde video op een rij in enkele dagen gedaan. En dat gaat allemaal over creatie tegen evolutie. Ja. Dat zijn video's in die hij niet spreekt. Hij laat die bronnen van hem daarin spreken. Heel interessant om te gaan bekijken. En ik wil gewoon iedereen aanraden, als hem gedaan is, hier met ons te gaan kijken. Bezoek eens een keer die kanaal van Napoleon 2000. En bekijk eens een keer die zijn video's. En geef die mensen eens een keer een duim omhoog. Die jongen is 16 jaar. En die kent meer van de Bijbel als een groot deel van onze luisteraars. Zonder dat ik wil afdoen wat zij kennen.
Maar die man is echt al heel goed bezig voor zijn 16 jaar. Hey, maar dat hoort ook wel zo te zijn. Hè? Het hoort zo te zijn dat de jeugd slimmer is. Afkomstig tenslotte is hem van Mexico, of zijn vader tenminste. Mm-hmm. Zijn vader was in feite een protestant en getrouwd met een katholieke Amerikaan. Oh, dat is allemaal een interessante familieachtergrond die hij heeft. Maar ik wil maar zeggen, echt een schitterende mens, Dine Carlos. En ik zou maar iedereen aanraden, eens een keer een klein bezoekje te brengen aan zijn kanaal en eens een keer te gaan kijken en die mensen te ondersteunen als je die video's goed vindt, door dan een duim op te geven en aan te bevelen. Yep. Die verspreidt de waarheid. We zitten tegen het uur aan. Is mij ook al opgevallen, ja. Yep. Maar ik ga nog even de laatste alinea even afmaken. Want er komt een mooie naam, die ken ik. Dat is Protagoras. Protagoras die heeft zo'n uitspraak van de mens is de maat. En dan op zijn Grieks. Protagoras, dat was een tijdgenoot van Socrates, of ging er iets aan vooraf of zo. Ja, precies. Man is the measure of all things. Dat staat er gewoon onder. Protagoras is ja die leuke persoon die ons de zin van Protagoras gegeven heeft in de wiskunde, ne? Nee, dat is Pythagoras. Is dat? Dat is Pythagoras. Ah, oké. Okay. Oh, die noemen allemaal hetzelfde daar. Oké. Okay. Allee, ja, ga maar verder dan. Ja. Ik heb die zin daar juist dat ik jou niet ganz goed vertaald zover, hè, van 529. Absoluut, gaat helemaal goed. En dat de mens die zou controle kunnen hebben over al de levende machten van het universum. Als ze uitgekozen was en ingewijd was in geheime kennis, oftewel gnosis, mensen zouden de baas kunnen zijn, het kunnen beheersen van de Kabbala. De koninklijke wetenschap van namen, nummers en symbolen. Om zijn eigen goddelijkheid te creëren. Op zijn Amsterdams, godsamme kraken. Inderdaad. Dit is het gewoon wat ze doen, hè? Het belofte van de slang in de garten in de tuin van Eden. Ja. You shall be as gods. Jij zult zijn als goden. Zegt iemand die zichzelf niet kan God maken. Maar die ons nodig heeft daarvoor om als God beschouwd te worden. Ja, dat is uiteindelijk dat wat ook kan gebeuren op deze aarde. Ja, er komt een Satan gaat die aanbidding krijgen die hij vraagt. Hoe bedoel je dat? Deze hele agenda van de zogenoemde nieuwe wereldorde. Aha. Er zijn veel mensen die vragen van hoe ver denk je dat het gaat? Gaan. Hoe ver denk je dat God het laat komen? Mm-hmm. All the way. The whole nine yards. Ja. De ganze weg. Het staat zo geschreven in Jesaja 14. Ah ja, ik weet het. En ik zal me verheven tot de troon van God in de hemel en ik zal daarboven zitten. En de volgende vers zegt, vers 15 zegt, en toch zulde jij verbannen worden naar de put. Dus de Bijbel spreekt op dat ogenblik. Satan zijn bewering dat hij tot God verheven wordt op deze aarde. Niet tegen. Maar zegt daar direct mee bij. En toch zulde jij naar het put verbannen worden. Ja, precies. Ja? Is ook zo. Dus mens maakt zichzelf God. Ja? Of dat wat hij God denkt dat God is. Bij wijze van spreken. Ja, aan de andere kant. Ik heb vandaag geluisterd naar de tweede deel van Romanism and the Reformation van Tom Fress, als ik in de fitness was deze morgen. Ik was zo 1 uur op zo'n machine aan het lopen.
Oh ja, ja. En ik heb heel die tijd geluisterd naar Tom Fress, de tweede uitzending van Romanism and the Reformation, die ik op mijn kanaal al lang opgeladen heb. Schitterend, jong. Dat ging puur gewoon daarover waar we nu over aan het spreken zijn. Dat is echt schitterend gedaan van Tom. Mm-hmm. Hoe dat de paus beweert, hoe dat hij God op aarde is. Ja, ja, dat gaat hem even lekker niet worden. Ongelooflijk, ongelooflijk. Dat gaat ook gewoon niet. Vanuit mijn... Jij weet, voor de luisteraars, ik heb de Bijbel gelezen, ik ben een christelijk en ik ben metafysisch en logicus. Maar vanuit logisch opzicht gaat dat niet. Het is alleen maar een scam. Het is één grote maffiaboel. En wij kunnen daar... In principe kunnen we daar niet boos op worden. We kunnen er niet tegen ingaan. Ik kan ook wel wilde ideeën verzinnen, maar dat helpt niet. Ja. En dat is al heel erg langzaam. En het leuke is dan natuurlijk dat we hebben het al zoveel duizend jaar volgehouden. Dat nou nog 5000 jaar Babylon kunnen we ook nog wel hebben, toch? Hé, Jurk? Ja. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar we hebben wel 5000 jaar Babylon volgehouden. En dan terugkerend op wat ik wilde zeggen, is dat op de zesde dag heeft de Heere, die heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En hij was een schepper. Want hij heeft ons geschapen. Naar zijn evenbeeld. En jij schept ook. Jij schept met je woord, je schept met je handelen, je schept met je... Je schept eigenlijk iedere dag. En vele mensen scheppen gewoon op. Ja, 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 dat zijn opscheppers. Donald Trump. Ik kan een video maken van Donald Trump. Ik ga die noemen, luister goed, hè. Hmm. Hour of the Truth. Donaldos Trumpfios. Ja. Ja, ja, ja. Geromaniseerd zijn naam. Ja. En ik ga daar een stuk of 6 video's inbouwen. Die allemaal met hem te doen hebben. Die zijn al 1 uur lang, dus ik moet dan niet zoveel babbelen. Ja. Dat gaat een leuke worden. Ik ga dat dus noemen Donaldos Trumpfios. Ja. Ik ben al deze naam nog op gekomen, op die naam. Ik zeg van, dat zal een keer een leuke naam zijn. Precies. Ik ga er ook eentje doen. Ik vind eigenlijk dat iedere troeszieker, op zijn Duits te zeggen, maar iedere troeszieker die moet gewoon een Donald Trump video maken. Ja. Ik vind het echt prachtig wat hij nou aan het doen is. Hij is helemaal aan het toegeven. Had ik ook echt verwacht, hoor. Hij gaat zijn presidentiële belofte, die gaat hij allemaal nakomen. Die eikel is, sorry hoor. Het is een stom idee om een muur te bouwen tussen Mexico en Amerika. Maar die gaat hij dan wel doen. En dan gaat hij allemaal mensen die daar met allemaal mooie beloften zijn ze naar Amerika gelokt. Door criminele organisaties. Laten we het daarover eens zijn. En dat zijn allemaal arme mensen, die hebben gewoon ook, ja. En die worden dan eruit gestuurd. En dat is dan leuk. Dat wordt een puinhoop volgens mij, hoor. Men noemt ze zogezegd illegal immigrants, in Engels. Illegale immigranten worden ze genoemd. Uh-huh. Maar laat ons toch eens een keer een paard noemen. Uh-huh. Dat zijn geen illegale immigranten. Uh-huh. Dat zijn buitenlandse invasoren, katholieke invasoren, die een zogenoemd protestants land binnenvallen en ja, invallen. Gelijk dat ze dat in Europa doen met de zogenoemde refugees, die zogenoemde vluchtelingen. Ja, die zijn de Mohammedaans, ja. Dat is exact hetzelfde, dat zijn invasoren. Die stonden al in de 16e eeuw voor de porten van Wenen. Van Wenen. Ja. Even voor de Nederlanders. En toen zijn ze niet binnengekomen met berechtiging. Ja. Want toen was de Romeinse agenda anders. Maar vandaag de dag is de Romeinse agenda zo dat ze naar hier moeten komen. Maar kijk, Perry, we zijn al een dik uur bezig. Je was niet vroeg voorbereid. We zullen dat volgende keer afdoen. Ik heb ook een goede voorbereiding voor dat laatste stuk hier in dit ding. Wat ik volgende keer moet voorbereiden, voor als we samenkomen. Maar ik heb 1 zin met die ik graag een keer zou willen afsluiten. En daar kun jij en onze toeschouwers dan eens een keer over nadenken. Ja, is goed.
When two Jesuits meet, the devil is always there to make a threesome. Mm-hmm. Als twee Jesuiten elkaar ontmoeten, is de duivel er altijd bij om een leuke, ja, threesome, weet ik niet hoe je dat vertaalt, drie-eenheid te maken. Een drie-eenheid of wat te maken, ja. Dat is een oud Frans proverb. Mm-hmm. En daarmee ga ik vandaag mijn contributie tot deze video afsluiten. En we zullen zien wanneer we nog eens een keer bijeenkomen, een beetje beter voorbereid wat de vertaling aangaat. Ja. Niet slecht. Ik ook niet. Ik heb er erg van genoten. Ik ben blij dat ik het toch gedaan heb. Want ik zag er een beetje tegenop, omdat ik... ik had al die woorden eventjes willen vertalen. Dan kunnen we sneller lezen. Maar de volgende keer, jullie lieve luisteraars, dan pakken we meer pagina's. En heb ik vertaald van tevoren. En op zijn hamburgers zeg ik dan tjus. En dag lievers. Dank je voor het luisteren.